zijn in de Dendermonde in België, bij Le Château Simple, een neo-bistro van Martijn en Virginie. Ze stonden voor de keuze. Gaan we ons restaurant nog groter maken? Gaan we nog meer bediening aantrekken om zo meer omzet te maken? Maar maken we dan ook meer winst? Of gaan we juist kleiner, met kortere openingstijden en minder tafeltjes en een smallere menukaart? Nou, voor dat laatste hebben ze gekozen. En dat is een model waarvan wij denken, nou, dat zouden meer mensen kunnen doen. We nemen een kijkje. This my excavation to days cool. We zijn open 4 dagen in de week, heel gewaagd. En, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Elke middag sowieso, vanaf 12 uur tot 3 uur. En dan de dinsdagavond en de donderdagavond zijn we ook open. Radio Jour is het eigenlijk, dus we hebben 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten, waarvan telkens 1 vegetarisch is. En dat hebben we maximaal 2 dagen. Het is echt iets uitgedacht dat je met z'n tweeën kan doen, omdat we op die manier meer kunnen genieten van het leven, geen zorgen hebben om personeel en meer onder controle hebben wat we zelf doen, dus mensen beter kunnen behagen. Directe contact, mensen ook eens een praatje slaan aan tafel, oprecht geïnteresseerd zijn in je klant. Ja, je kan ervan leven en het belangrijkste daarin is natuurlijk de kleinschaligheid, letterlijk in het gebouw. Hè. En geen personeel, omdat je met zo weinig personeel werkt. Dat betekent niet dat je naar convenience moet gaan, maar juist het zelf moet doen. En daar kan je ook veel geld in maken.